Prinsjesdag. En ook namens het gemeentebestuur van harte gefeliciteerd met dit mooie initiatief. Soms denk ik als Bijl voor één keer terug zou kunnen komen in Nieuw-Krooswijk, dan zou hij denk ik best tevreden zijn. Stel dat hij op een vroege ochtend hier opeens hier zou zitten op een bankje bij de Pierre Bijl school, dan zou hij best trots zijn op Rotterdam, op Krooswijk, op de leerlingen en op de geweldige mooie omgeving. Dan zou hij zien hoe al die verschillende vaders en moeders hun kinderen naar school brengen en hoe de docenten op school zo hun best doen om die kinderen te kneden tot een nieuwe generatie Bijl. Wat een illustere school, zou hij denken. Wat een plezierige sfeer op het schoolplein, zou hij waarnemen. En hij zou denken, daar zouden we eigenlijk met z'n allen een monument voor moeten oprichten. Dames en heren, ik heb grote waardering voor de wijze waarop u allen bezig bent om de naam van Pierre Bijl bekender te maken en te verbinden met de stad Rotterdam. Dat is de functie van het monument waar u met z'n allen zo hard aan heeft gewerkt. Het is een monument in fasen, in wording, in ontwikkeling. Precies zoals een kind. Ook dat past bij Pierre Bijl, bij zijn levenswerk. Hij schreef beetje bij beetje, bladzijde voor bladzijde, zijn klassieke meesterwerk, de Dictionnaire historique et critique, in, ik zou bijna zeggen, spreek hem er maar helemaal uit in het Frans, 1697. Dat is het kennisboek van de Europese verlichting, de voorloper van de moderne encyclopedie. Geschreven woord voor woord door ons eigen vreemdeling, Pierre Bijl. Er was toen plek voor andersdenkenden, er was toen plek voor andersgelovigen, er was toen plek voor een vreemdeling. Ik voel mij in goed gezelschap. Dames en heren, Pierre Bijl was een grootheid. Hij was en is in zichzelf een monument voor de stad. Dank u wel. We gaan hem. Ik was eigenlijk van plan om twee keer te zien. Dat weet. Ik wil een paar van jullie aanbrengen. Ja, zo. Gaan we snijden? Oké. Laten we beginnen. Ik vind het wel gedurfd dat de bakker mij een mes geeft. Ja, dat vind ik ook gedurfd. Ik ben zo blij, het is zo mooi te worden. Je kunt het ontwerpen, maar het is het eindresultaat. Gaat erin als koeker, Stefan? Zeker wel, meneer Verenigd.